was on a mission. He knew already very, very early on that he wanted to become a football player. He was already recruited very early already at Ajax. It's great potential. He played now 25 matches for the first team, so there's still a very long way to go. He's very quick, agile, good technique, and I'm very, very proud of him. De eerste kluiver die je hun trekt maakt. Dat is mooi, want ik heb altijd gezegd dat ik de naam kluiver wat hoger wil brengen. En dat, dat doe je door zulke momenten, dus dat is alleen maar mooi. Ja, we zitten vandaag op de toekomst, het trainingscomplex van Ajax, voor een hele bijzondere gelegenheid. Want Justin Kluivert, jij bent verkozen tot het grootste tienertalent ter wereld. De nummer 1 in de Goal Next Gen Series. Wat dacht je toen je het hoorde? Ja, blij natuurlijk. Dat is voor 18-jarige jongens dat, mooi om te horen, zulke dingen. En daarvoor ga je ook op voetbal natuurlijk, ja. Om zulke dingen mee te maken. En gelukkig kan ik dit meemaken en dus kan ik mooi in mijn rugtas meenemen. The future of your son, Justin, is impressing everyone in Europe. What do you think is going to happen with him? Well, Justin is doing very good at the moment. I'm very proud of him. He's doing very good at Ajax. He's now a first 11 player. What will be happening with him? Well, if he's doing like this on a long term, he could be one important player in the future. It's great that the son is following the footsteps of his dad. Of course, he has a different physique, different attributes. He's quicker and left and right footed, and Patrick was really the main striker. But it's for him, it's a great story. Je hebt bepaalde rolmodellen naar wie je kijkt? Ik heb zeker een paar. Mijn vader is één van. En Ronaldo, Cristiano Ronaldo is ook wel een van, ook wat hij buiten het voetbal doet. Niet alleen aan zichzelf, denk ik ook aan andere mensen, dus voor goede doel bijvoorbeeld. En ook hoe hij voor zijn sport leeft, dat is wel iets waar ik van kan leren en naartoe streef. Ik hoef niet te vragen, Messi of Ronaldo? Jawel. Maar? Messi. Toch Messi? Dat, Messi is de beste voetballer ter wereld, alleen mijn voorbeeld is Ronaldo. Ja, gewoon een voorbeeld van hoe die met zijn voetbal omgaat, vind ik top. Maar je wordt vaak vergeleken met Neymar. Wat vind je daarvan? Ja, ik hoorde het ook. Maar dat is natuurlijk mooi om zulke dingen te horen. Maar het is wel een topspeler, wereldtopspeler. En daar streef ik ook natuurlijk naar om zo goed te worden als hem. En daar train ik gewoon elke dag hard voor, daar speel ik hard voor. En natuurlijk heb je minder periodes natuurlijk. Ik ben er pas 18 jaar. Maar uiteindelijk hoop ik ook, ik wil niet zeggen zo goed te worden, maar heel goed te worden. Ja. The only thing, he was always very little, you know, and now he's coming a little bit out, he's very quick. But now his height helps him also a little bit. Ja, want ik zag dat je vader wel 20 centimeter groter is dan jij. Ja. En broers zijn ook aardig groot. En, maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen kwaliteit, hè. He's a bit smaller, but he's faster and he has an eye for goal. And so I think that's what they have in common. Wat is je droomclub? Spanje, Barcelona. Dat is wel mijn droomclub. Ja. Uiteindelijk. Dat betekent dat ik wil wel natuurlijk naar andere clubs, maar dat is wel een ultieme droom. Of course, I prefer that he goes to Barcelona, but in football everything can happen. He's an adult. He can make his own decision, but he already said it's a dream for him to play for Barcelona, but. You never know in football. Prachtig natuurlijk, je leert hier gewoon heel veel. Als een jongetje van 8 jaar eigenlijk tot nu 18 jaar. Dus dat is 10 jaar je ontwikkeling, niet alleen in het voetbal, ook buiten het voetbal. Je leert gewoon heel veel van de trainers, van de leraressen, leraars. En dat ontwikkel je ook als mens en ook als speler en dat doet je goed. Yeah, of course, extremely proud. Ajax is all about development, giving young players a chance. So we have an outstanding academy. So all the hard work that the coaches put in, and of course what the players have done themselves, and just in winning it, it's extremely rewarding for us. But and he was dedicated, not only dedicated on the pitch, but also outside of the pitch, always on time, always on training, never late. Ja, ik heb gewoon vroeger ook en nu nog steeds veel dingen opzij gelegd voor mijn doel en voor mijn toekomst natuurlijk. Mm-hmm. Waar, en dat doe ik nog steeds. En ik denk dat dat gewoon de grootste factor is voor het doorbreken als jonge speler in het grote wereld.
En daarbij komt ook natuurlijk talent kijken en hard trainen. Ja. En dat doe ik ook zeker weten. Dus. Not only the coaches, but also the physical coaches, the teachers, but also the parents put in the development of their players. Van wie heb je het meest geleerd? Mijn vader. Heel belangrijk natuurlijk, want dat is iemand die de stappen die ik precies heb gemaakt, ook heeft gemaakt. En hij heeft het al meegemaakt en daar kan je van leren. Dus als iemand het fout ingaat, hij gaat er niet twee keer in de fout. Dus dat ben ik en dat brengt hij naar mij over. En zo leer ik van. En natuurlijk maak ik nog steeds fouten, maar daar leer je ook van dat het moet ook kunnen. Wat is het grootste misverstand over jou? Misverstand? Ja. Ik denk dat ik misverstand misschien omdat ik aan het begin best wel vaak ruzie maakte in de wedstrijd. Dat ze altijd vonden een agressief, irritant ventje. En dat ben ik totaal niet, dat weet ik zeker. Ik ben heel rustig, heel nuchter. Ik schrok zelfs ook van mezelf eigenlijk op zulke momenten. Maar nee, zo ben ik eigenlijk helemaal niet. En, zo ben ik ook helemaal niet. Ik ben heel rustig eigenlijk zo. Terwijl ik, dat zou je misschien wel kunnen verwachten met zo'n vader natuurlijk. En heel erg, vroeger ook gewoon normaal met mensen omgaan. Niet anders omdat je vader zo Patrick Kluivert was. En dat hebben mensen altijd wel, vonden ze altijd wel tof. Dus dat ben ik gewoon heel rustig, nuchter en normaal. Wat is je hoogtepunt tot dusver? Dit moment, denk ik. Ja? Het Nederlands elftal behalen is een hoogtepunt, denk ik, voor mij. Voor Justin is het first time. Fantastic achievement and it's an encouragement to keep on going and you must not stop now. It's a motivator to even maybe accelerate even more. Je bent nu verkozen tot grootste talent ter wereld. Denk je dat je over 10 jaar misschien verkozen wordt tot beste speler ter wereld? Daar ga ik wel voor. Dat kan ik jullie wel meegeven dat ik daarvoor ga en niet minder. En daar zal ik elke dag hard voor moeten werken. En voor een jongen als 18 is dat denk ik mogelijk, omdat hij gewoon heel veel kan verbeteren in zijn spel. En in alles, in zijn ontwikkeling. En dat ga ik zeker doen. Dus daar ga ik zeker voor. Ik ga nog meer horen. Zeker weten. Je blijft nog wel even top? Ja. Oké, okay, top. Geniet ervan. Dankjewel. En veel succes met de verdere ontwikkeling van je carrière. Dankjewel, komt goed.